Welkom bij Fysiotherapie Rijnmond. Mijn naam is Jeffrey. En ik ben Aimee. Waarschijnlijk heb je dit filmpje aangeklikt omdat je meer informatie wilt over nek- en schouderklachten. Misschien heb je er last van of wil je ze voorkomen. Blijf dan zeker naar dit filmpje kijken. Misschien kunnen deze oefeningen je dan helpen om van je klachten af te komen. En dan gaan we beginnen met de oefeningen voor de nek. We gaan eventjes het hoofd naar voren kantelen. Dus we gaan de kin op de borst leggen. Dat gaan we 5 keer doen en het hoofd naar achteren toe kantelen. Ook dat doen we 5 keer. Als je dit 5 keer gedaan hebt, gaan we door naar de volgende oefening. En dit is de oefening waarbij we de nek gaan draaien. En dan kijken we zo ver mogelijk naar links en zo ver mogelijk naar rechts. Ook deze oefening doen we weer 5 keer per kant. Tijdens deze oefeningen is het mogelijk dat je wat gaat voelen in de nek. Ook dit is heel normaal omdat we deze spieren nu juist gebruiken. Probeer het niet te forceren. De volgende oefening is waar we de nek opzij gaan kantelen, zowel naar links als naar rechts. Je probeert dan met je oor richting de schouder te bewegen. Let wel op, de oor hoeft de schouder niet te raken. Probeer het niet te forceren. Ook in deze oefening is het mogelijk dat je wat rek voelt aan de tegenovergestelde zijde. Op deze manier warmen we eigenlijk alle spiergroepen op die voor de nek en schouder betrokken zijn. Als dit nodig is of als je zelf graag liever zou willen herhalen, dan kan je dit nog 1 keer of 3 doen. De volgende oefeningen zijn krachtoefeningen. Oké, Aimee, als je eventjes plaats zou willen nemen aan de zijkant van de bank, kunnen we het allemaal goed zien. Dit wordt een roeibeweging. Je strekt je armen naar voren en gaat hem 10 keer herhalen. En dan duw je met je ellebogen omlaag. Zorg ervoor dat je goed de schouderbladen naar elkaar toe knijpt. Zorg ervoor dat je de gehele beweging kracht zet. Goed zo. Voor de volgende oefening wil ik even aan Aimee vragen of ze naar de muur wil lopen. Oké, dan mag je allebei je handen tegen de muur aanplaatsen en een beetje schuin naar de muur toe leunen inderdaad. Ja. Deze oefening gaan we ook 10 keer herhalen. De bedoeling is dat we de schouderbladen eigenlijk over de ribben heen laten glijden. Dus wat we doen, we gaan afzetten vanaf de muur met de armen gestrekt. Op deze manier. Tijdens deze oefening kan het zijn dat je wat aan je flank voelt of tussen de schouderbladen in. Dit is heel normaal. Dit zijn namelijk de spieren die geactiveerd worden bij deze beweging. Als je deze 10 keer herhaald hebt, gaan we weer door naar de volgende oefening. Zoals jullie kunnen zien, staat Aimee tegen de muur aan. Dit mogen jullie thuis ook doen. We gaan nu een oefening doen voor de diepe nekspieren. Deze gaan we 5 keer herhalen. Aimee, je mag je kin intrekken en daarbij je nek tegen de muur proberen aan te duwen. Probeer goed aan te trekken. Als je dit 5 keer herhaald hebt, gaan we door naar de volgende oefening. Als laatst hebben we de cooling down. De cooling down bestaat uit een aantal rekoefeningen. Je mag eventjes je linkerhand op je hoofd plaatsen en dan je hoofd naar links toe bewegen. Tegelijkertijd duw je met je rechterarm omlaag en deze positie hou je 8 seconden vast. Je voelt nu, als het goed is, een rek
in de overgang van de nek naar de schouder. Na 8 seconden mag je wisselen van kant. Plaats dan de rechterhand op het hoofd. Kantel het hoofd naar rechts. Duwen de linker schouder omlaag. Tellen rustig tot 8. En daarna laten we weer los. Volgende rekoefening brengen we de linkerarm voorlangs. Die sluiten we in met rechts. We trekken deze dan naar rechts toe. Hierbij rekken we weer de spieren tussen de schouderbladen in. Ook deze houden we weer 8 seconden vast. Dan wisselen we van kant. Rechterarm voorlangs, insluiten met links. Goed op rek brengen. Het is belangrijk om te weten dat je dit niet moet forceren. Als je al een lichte rek voelt, is dit voldoende. De volgende oefening. Breng je de linkerarm achterlangs, boven het hoofd. En pak je met rechts de elleboog van links vast. Deze trek je dan langzaam aan. Je kan de rek dan voelen onder de oksel. Ook deze hou je weer 8 seconden vast en daarna wissel je van kant. Rechterarm omhoog. Pak de elleboog vast met links. Ook hierbij geldt weer niks forceren. Een lichte rek is voldoende. We doen deze oefeningen nu 8 seconden. Indien je dit zelf prettiger vindt, mag je dit langer vasthouden. Voel zelf aan wanneer de rek voldoende is. Het mag geen pijn doen. Succes! Heel erg bedankt voor jullie aandacht. We hopen natuurlijk dat jullie echt wat aan deze oefeningen gehad hebben. Mochten jullie nou nog vragen hebben, kunnen jullie natuurlijk altijd bellen naar Fysiotherapie Rijnmond. Je eigen fysiotherapeut gaat je dan helpen om van je klachten af te komen en om echt specifieke oefeningen aan te reiken. Heel erg bedankt voor het kijken.